Dames en heren, opnieuw hartelijk welkom op ons webkanaal dominicanen.tv. We hebben professor Rick Torfs te gast, al een enige tijd. En deze keer gaan wij het hebben over iets waarvoor hij nogal gekend is. Namelijk voor zijn humor. En hij heeft daar ook in zijn boek, De Kerk is Fantastisch, over geschreven. Hoe ziet hij de verhouding tussen spiritualiteit en humor? Professor Torfs, van harte welkom. U hebt de vraag gehoord. Het benieuwt mij wat u daarover gaat zeggen. Wel, ik denk eerlijk gezegd dat spiritualiteit en humor heel dicht bij elkaar liggen of toch veel verwantschap vertonen. Om te beginnen hierom. Ze laten allebei toe om een zekere afstand te nemen. Dus je zet een stap achteruit. Je kunt bijvoorbeeld niet heel humoristisch zijn wanneer je met je neus ergens op zit, heel gestresseerd, in een woest debat waar je absoluut gelijk wil halen of ergens op een vergadering waar het er echt op aankomt en zo. Is humor niet makkelijk te hanteren, maar het heeft met spiritualiteit dus wel gemeen dat je een stap achteruit zet en als het ware toeschouwer wordt bij de scène die je zelf beleeft. En dat werkt dus letterlijk geestesverruimend, zonder dat je je toevlucht moet zoeken tot drank of drugs of zo. Dus ik denk dat je er een ruimere geest van krijgt. En wat humor specifiek betreft, heb je dat bijvoorbeeld ervaren. Ik heb veel vergaderingen moeten leiden, destijds als rector, als voorzitter van de faculteit en zo meer. En ook in de Senaat destijds, de commissie Sociale Zaken. En dan merk je, wanneer er een soort discussie is tussen mensen, dat je plotseling op de meest onverwachte momenten in een soort tunnel kan terechtkomen. Mensen die aanvankelijk elkaar nog goedmoedig toelachen, beginnen een argumentatie te ontwikkelen die bij elke zin een stuk vreder wordt. De glimlach verdwijnt. Het eigen gelijk wordt een absolute doelstelling waar niet meer kan van worden afgeweken. En ja, voor je het weet zit iedereen vast en kan men niet meer met ere het strijdperk verlaten door een compromis of zo. En dan is het dikwijls de voorzitter van de vergadering die er moet voor zorgen om door enige humor lucht te creëren, waardoor de twee partijen wat water in hun wijn kunnen doen zonder dat ze daarbij gezichtsverlies lijden. Dus humor kan dienen om dingen te ontmijnen, maar ook om dingen beter te begrijpen. Dus vaak kan een grap veel meer betekenen dan een definitie. Ik ben altijd tegen definities geweest, overigens. Omdat, als jurist eigenlijk, als je een definitie geeft, is het grote nadeel ervan dat je er zelf door gebonden bent. En een goede jurist is niet graag gebonden, zoals trouwens een gelovige ook niet vast wil zitten in enge interpretaties. Maar een grap kan vaak heel veel willen zeggen. En in die zin, nu we het toch vaak over jezuïeten hebben, is er door Nicolaas Sint-Aubin, die toch voor een jezuïet dan verstandig kan worden genoemd, die heeft een boekje geschreven, Jezuïetengrappen. En dat zijn allemaal grappen over jezuïeten. En één van die grappen vond ik heel merkwaardig. Daar dacht hij iets anders over dan ik. En het laat tegelijk twee facetten zien van dezelfde jezuïet. En dat is eigenlijk het volgende. Dus een jezuïet loopt rond in Rome en kent het daar niet goed. En vraagt de weg naar het Sint-Pietersplein. Toevallig vraagt hij dat aan een Dominicaan, zoals dat hoort. Hè. Les frères et ennemis moeten elkaar toch blijven bestoken met lastige vragen. In dit geval de weg. En de jezuïet vraagt aan een Dominicaan, kan u mij zeggen hoe ik aan de Sint-Pietersbasiliek kom? En de Dominicaan antwoordt, pater, dat gaat u nooit vinden. Het is altijd rechtdoor. Dat is voor een jezuïet onmogelijk. En Sint-Aubin interpreteert dat in zijn voordeel. Hij zegt, ja, wij jezuïeten zijn mensen die de techniek hebben ontwikkeld om
via de leefwereld van de personen die wij benaderen, stilaan de boodschap te brengen. Genre Matteo Ricci, die zich in China ging verdiepen in de Chinese cultuur, om op die wijze het christendom bij dat volk te brengen. Dus in feite die indirecte methode. Maar ik dacht, ja, eigenlijk bedoelt die Dominicaan, denk ik dan, maar ik kan ook niet in de ziel van Dominicanen kijken, eigenlijk bedoelt hij, ja, een jezuïet is nooit rechtdoor. Het is altijd toch nog het een of het ander. Er is altijd nog wel iets aan te merken. Hij is nooit rechtuit en je weet met de jezuïet nooit waar je aan toe bent. Ik weet niet of u dat zo ziet. Ik spreek mij niet uit. Dat zegt genoeg. Maar in die zin, die twee betekenissen van de jezuïet zitten er allebei wel in. Want anders zou je met de grap niet lachen. Je lacht er enkel mee omdat er waarheid in zit. Een grap die totaal absurd is, slaat niet aan. Dus in die zin kan een grap eigenlijk ook, of humor in dit geval, heel synthetisch aanduiden waar het op aankomt, zonder dat je daardoor ook kwetsend moet zijn. Dus dikwijls laat een grap ook de ruimte die je niet hebt in een gewone discussie. En zeker in onze tijd, we leven in een moralistische tijd, waarin je moet opletten wat je zegt en zo meer. Dikwijls is humor nog een weg om eruit te komen. Er is nog een laatste betekenis van humor, die ik ook belangrijk vind. En die heb ik niet zelf verzonnen, maar gevonden bij Kees Fens, de Nederlandse schrijver, de vader van de journalist Stijn. En dat was in een herinneringsboek voor Godfried Bomans. En toevallig had ik dat boek ter hand genomen, omdat ik een thesis moest begeleiden over Bomans in Nijmegen. En daar schrijft Kees Fens iets wat ik eigenlijk prachtig vind. En daar zit humor helemaal op het sporen van spiritualiteit. Over heel veel dingen kun je rationeel discussiëren. Wat mij betreft ook over religie en geloof. Dus dat wordt, ik doe niks liever dan over religieuze onderwerpen een heel rationele, logische discussie voeren en daarover debatteren en zo meer. Dat is de ene kant. Daar kunnen we over praten. Helemaal aan de bovenzijde van de piramide staat het transcendente. Het goddelijke, waar we weinig kunnen over zeggen. Zoals de Joden ook, heel terecht, de Chassidische Joden ook zegden, als iemand meent dat hij een definitie van God heeft gevonden, mag je zeker zijn dat het God niet is. Dat is heel juist, denk ik, en dat is de andere kant. Maar tussenin, tussen het rationele, zeg maar, en het volledig transcendente, is er een grijze zone waar je nog over dingen kunt praten, met humor. Dingen die je niet meer helemaal kan rationeel argumenteren, die je niet meer 100% logisch kan verantwoorden, maar je kan een glimp laten zien met humor. En dat is bijvoorbeeld de kracht van de poëzie van Gerard Reven. Dus Reven was een uitstekend prozaïst, zeker in zijn oudere werken zoals De Avonden. Maar in zijn poëzie zit een, laten we zeggen, religieuze en theologische diepgang die je zelden vindt in traktaten die dat gebied exhaustief behandelen. En het is juist in die humor die voorbij gaat aan wat rationeel kan verantwoord worden en soms daar bijna haaks op staan, dat je plotseling een glimp krijgt van dat transcendente. Dus in die zin is humor echt, een leven zonder humor is wellicht een leven zonder diepgang. Dus dan zou je eigenlijk ook kunnen zeggen dat humor, dat je met humor ook de typische paradoxalen van het geloof te lijf kunt, bij manier van spreken. Absoluut. Het geloof is heel paradoxaal, humor is paradoxaal en is ook per definitie antidogmatisch en antiautoritair. Dus humor is ook een middel dat behoedt voor de verabsolutering van uw eigen ideeën, hoe goed ze ook zijn. Zelfs als uw eigen ideeën, die ideeën die je ontwikkelt, fantastisch zijn, door hun verabsolutering verliezen ze van hun waarde. En daar helpt humor om dat allemaal in het juiste perspectief te plaatsen. Ja. Hartelijk bedankt, professor. Dames en heren, tot de volgende keer.